De trainingsfysiek, Bert, er zijn wedstrijden waar alles mee zit en er zijn wedstrijden waar echt bijna alles tegen zit. Ja, dat was er afgelopen zaterdag eentje, Piet. Uh, dat klopt. Dat, uh, die maak je wel eens mee als uh, voetbaltrainer als elftal en uh, dat zijn niet de leukste zaterdagen. Hè? Nee, dat zijn niet de leukste zaterdagen. Eerst kwartier uh, was uh, dik in orde. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat de uh, ASVH toch ook wel uh, goed mede-een wedstrijd met hun speelwijze. En uh, wij probeerden daar onderuit te voetballen. En daar was op zich niet zo heel veel mis mee. En dat uh, ja, ging een beetje heen en weer tussen de beide 16 uh, meters. Waarbij wij uiteindelijk nog een keer de grootste kans hadden. Ja, inderdaad, uh, ben je hem in uh, Roumillon natuurlijk. Dat uh, kan misschien nog wel een keer uh, gezien uh, worden. Maar uh, ja, dat was een, uh, een enorme kans. En dan daarna het moment wat uh, zeer bepalend was uh, voor de wedstrijd. Wat is jouw visie daarvan op? Nou, in eerste instantie gaat dat erg fout bij ons achterin. Er worden drie of vier inschattingsfouten gemaakt, duels worden niet uh, gewonnen. Uiteindelijk dan belandt hij natuurlijk uh, bij, bij Joran en, en de aanvallen van uh, ASV. ASWH. En in mijn optiek merkte uh, de speler van de ASWH de eerste overtreding. Joran uit balans. Ja, gebeurt zoiets op, uh, op het middenveld, dan zegt de scheidsrechter, ga door. En dan zien we waar die bal komt en je voetbalt maar door. Het is gewoon een mannelijk duel. Ja, nu is het in de 16 meter en dan, uh, ja, dan schreeuwt alles wat ASVH ja, is natuurlijk. En terecht uh, mooi in brand. Ja, dan is het penalty moment. Heb je Joran daar nog over uh, gesproken? Nee, ik heb Joran er niet over gesproken. Ik heb die jongens zitten vreselijk mee natuurlijk dat dat gebeurt. Uh, en, en dan hoef je Joran even niet te spreken. De ploeg neemt hem niet kwalijk, ik neem hem niet kwalijk. Dit is gewoon een, een voetbalmoment. En uh, voor hem is zelf uh, natuurlijk niet leuk. Dat was ook zo verbazingwekkend, te meer daar supporters van ASWH ook heel verbaasd stonden te kijken dat Joran opeens met rood eraf ging. Ja, het duurde zo lang, het was bijna einde wedstrijd voordat de beslissing nog een keer genomen werd natuurlijk. Ik denk dat hij heel veel tijd nodig had om goed over na te denken. Ja, op dat moment gaan natuurlijk ook de spelers van ASWH terecht vragen van ja, wat ga je nou doen. Dus de druk werd wat opgevoerd en uiteindelijk toont hij de rode kaart en ja, dat was niet prettig. Daarna bleef hij toch wel warrige beslissingen nemen. Ja, want het vrije trapmoment waar de 2-0 uitkomt, was ook gewoon een normaal duel om de, bel, om de bal. En ja, die valt er ook even niet lekker. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dan heeft jouw groep het erna gemaakt hè, met commentaar of dergelijke. Maar dat was helemaal nog niet uh, aan de gang. Het was gewoon een normale wedstrijd. En ja, hij was even heel belangrijk in, uh, in het eerste kwartier. Ja, en dan neem jij toch de stoere beslissing om uh, je eigen spel te blijven spelen. Niet een uh, verdediger voor uh, Joran. Dat zou Jordi uh, kunnen zijn geweest. Later in de wedstrijd uh, deed je dat wel. Um, ja, die andere optie, uh, laten we zeggen de VVOG-optie. Puur vanuit de verdediging en uh, hopen op een uh, geslaagd countertje, heb je dat is dat ook door je hoofd gespookt? Nee, geen moment. We hebben heel snel contact gehad met de achterhoeden. Ze hadden twee spitsen, dus uh, daar kunnen we prima drie verdedigers tegenover zetten. Die jongens kunnen dat uh, prima aan. We wouden gewoon ons spel blijven spelen, want je komt 1-0 achter, dus je moet wat doen. Nou, en helemaal als je 2-0 achter komt, ja, dan, dan kun je nogmaals kun je achterover gaan leunen. Maar dan win je nooit een wedstrijd. Dan moet je wel op jacht blijven gaan naar de 2-1. Dus we moeten ons eigen spel blijven spelen. Gelukkig hebben we dat ook gedaan, want uh, we zijn prima in de wedstrijd gebleven. Het, het juiste momentje van scoren viel mij niet. Ja, precies. En daar gokte je natuurlijk op uh, direct nadat na, na je uit de kleedkamer kwam. Want daar hebben je het waarschijnlijk over gehad. Van uh, jongens, we gaan uh, gewoon uh, druk zetten tegen alle verwachtingen in. En we hopen dat die 2-1 valt. Uh, en daarna eventueel uh, de 2-2. Uh, klopt dat? Nou, Piet, alsof je erbij zat in de kleedkamer. Uh, nee, natuurlijk. Weet je, 2-0 achter en dan moet je toch wat gaan proberen. Of het dan 3- of 4-0 wordt, dat zal nog wel. Maar ik vind, er waren weer ontzettend veel mensen uit Ermelo. Als groep moet je ook ervoor gaan dan om die 2-1 te maken. Want dan hadden ASVH het had echt nog wel even lastig gehad. Nou, we hebben ook de kansen ervoor gehad, natuurlijk. Uh, alleen nogmaals, dit was zo'n dag, dan, dan lukt het even net niet. En, uh, maar de drive waarmee we dat deden, dat was uh, prachtig om te zien. En uh, mijn groep verdient ook een groot compliment wat dat betreft. Want uh, zeker gezien de omstandigheden, het warre gefluiten. Ze bleven rustig, uh, ze deden hun ding gewoon op een normale manier. En ik denk dat dat uh, de grootste winst was van afgelopen zaterdag. Ja, zeker. Dat, uh, dat, is, uh, dat is zo. En uh, wat, wat mij persoonlijk betreft ook uh, de winst van de goede invalbeurt van uh, Gennaro en uh, Gennaro uh, Snijders. Uh, dat laatste kwartier, toen uh, ja, was hij wel heel erg gretig. Hij wilde wel heel graag laten zien dat hij wel een aardig potje kan voetballen, bed. Nou ja, niet alleen Gennaro. Geukan viel goed in. Uh, Jordi viel later ook nog goed in. Ja, het was een beetje balen, we willen Gennaro brengen bij 2-0. En hij staat langs de kant klaar. op dat moment maken zij eigenlijk de 3-0. toen zakte net onze groep eventjes uh, ja, er doorheen. Er ging even, alle hoop ging even weg. En uh, toen was ASO, ja natuurlijk uh, wel even sterk op dat moment. Maar toen we eenmaal weer onszelf herpakt hadden, toen uh, ja, konden we Gennaro goed in stelling brengen. Ja, konden we toch redelijk veel kansen nog afdwingen. Er moeten nog met een aantal spelers gesproken worden, onder andere Gennaro, Kuifelda, Dennis Hollard, ik noem maar even wat. Um, tot nog toe gaat het wel heel voortvarend. De TC Ad Interim doet flink zijn best. Ja, ze zijn druk in gesprek en uh, we zullen vanavond ook weer horen wat de stand van zaken is op dat gebied. Maar dat laat ik aan de TC over uh, om dat te communiceren. Ja, uh, kun je niet uh, even uh, doorgeven aan de, uh, de kijkers uh, wie al wel contracten hebben getekend? Nee, ik vind uh, de ad interim TC uh, in samenwerking met de oude TC die hebben zo knoeptjes hard gewerkt om dit allemaal te realiseren en ik vind dat zij de eer mogen hebben om uh, dat hier voor de camera uit te komen leggen. Toch uh, spreekt uh, er wel een, een, een visie uit en een, een, een ambitie die richting uh, meerjarige contracten gaan, waar, waarvan ik zeg uh, ja, dat is een goede zaak. Ja, vind ik, ook, vind ik ook. We willen de groep voor een groot, groot gedeelte bij elkaar houden. De groep ziet, goed, uh, ziet er goed uit. Ook dat is een verdienste natuurlijk van de afgelopen jaren: dat deze jongens hier al geruime tijd lopen. Er komen natuurlijk mooie versterkingen bij. Uh, jeugdspelers die weer een jaar verder zijn in hun ontwikkeling. Dus uh, nou, we willen nogmaals we willen dit jaar uh, bij de top 5 eindigen en dan volgend jaar uh, doorstoten. In ieder geval volgend jaar naar de tweede divisie. Zijn dit in principe een aanstaande zaterdag bijvoorbeeld geen wedstrijd? Zijn dit in principe moeilijke weken om door te komen, Bert? Uh, nou, moeilijk. We hebben een lekker ritme. Dat is even jammer. Dat je dan uh, niet speelt. Uh, nou, laten we eerlijk zijn. Een voetballer uh, heeft het niet helemaal op dit weer. Uh, wat dat betreft. Uh, maar goed, uh, het, de groep zit goed in elkaar. Dus men is blij dat men vanavond weer kan trainen. En donderdag mogelijk spelen. van het weekend nog een oefenwedstrijd. Dat weten we nog niet zeker. Uh, maar het mooie voor nu is dat we volgende week natuurlijk een mooie. Of voor die week erop een mooie uitdaging hebben met Spakenburg. Dus de vooruitzichten zijn prachtig. De jongens zullen natuurlijk gretig zijn met trainen. Dus uh, nee, ik verwacht dat dat wel lekker gaat. Ik denk dat Roald en Baziel vanavond niet te herkennen zijn. Want die, die mutsen die gaan helemaal strak over hun kop. Ik denk dat ze een bal zien. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben een stuk of negen die totaal niet zichtbaar zijn. Als je ze ziet lopen, denk dat ze een bank gaan overvallen, collectief. Maar ja, dat is nog wel eens lastig. Ik ben blij dat er nog wel eens van die nummers. Alleen nu ruilen ze ook al die jekjes onderling. Dus best lastig. Nou moet ik eerlijk toegeven dat je Baziel en Benjamin kunnen er nog uithalen. Maar verder houdt het er wel een beetje op. Ik okay, bedankt voor deze trainingvisie. Graag gedaan.